Goedenavond, welkom. Dit is het COVID-19-journaal en dan wel de 70ste editie. Dat de samenleving wat bewuster wordt met betrekking tot COVID-19 is te blijken aan de daling aan van het aantal positieve gevallen op de dashboard. Volgens intensivist dokter Banwari houden de mensen zich aan de COVID-maatregelen zoals mondkap op, handen wassen en social distancing. Wat we inderdaad zien is dat er een lichte daling is aan positieve gevallen van COVID-19. En dat is natuurlijk mooi en goed. Heeft twee kanten van het verhaal. En de eerste is dat er toch wat bewustwording is in Suriname. Dat mensen zich vaker houden aan de regels van afstand houden, handhygiëne. En mondneuskap op doen. Aan de andere kant zijn er ook geluiden waar mensen zich niet laagdrempelig laten testen. Dus daar wordt het wel, dan heb je dus een schijn lage cijfers die je dan krijgt in de media. Maar goed, als de patiënten toch verslechteren, dan zullen ze het ziekenhuis wel opzoeken. Op de intensive care van de verschillende ziekenhuizen worden er momenteel 4 patiënten behandeld. Dr. Banwari legt uit hoe een patiënt op de intensive care belandt. De mensen van de intensive care, dat zijn mensen die ernstig ziek zijn geworden, waarbij hun vitale organen in gevaar zijn gekomen en die dan hulp nodig hebben vanuit een met apparaten om hun in leven te kunnen houden. Ja? En dan kun je dus over alle organen denken. De eerste orgaan die het met name moeilijk krijgt, dat zijn de longen. En dat is het grootste orgaan die ervoor zorgt dat zuurstof naar alle andere organen getransporteerd wordt. Als je dus te weinig zuurstof krijgt in de andere organen, zullen die organen op den duur ook in de problemen komen. En dan kunnen we denken aan de nieren, aan je lever, aan je hart. En om die organen allemaal te kunnen ondersteunen, heb je dus een intensive care nodig. Intussen zijn de meeste protocollen in de verschillende branches uitgewerkt en worden ook al uitgevoerd. We denken zo aan de bussen, de scholen, de casino's, de werkplekken en ga zo maar door. Dr. Mohan Algu heeft in dit journaal over de protocollen gesproken in de verschillende sectoren. Protocollen zijn heel erg belangrijk, omdat er een nieuwe situatie is ontstaan waarin wij met elkaar moeten werken en veilig werken. Dat wil zeggen dat wij het risico om besmet te raken zoveel moeten minimaliseren. En daarvoor moeten we met elkaar afspraken maken hoe we het gaan doen. En voor elke sector, voor elke omstandigheid, voor elke locatie kunnen er dan andere afspraken worden gemaakt. En deze afspraken zetten we dan in een protocol. En dan delen we met de doelgroepen, de betrokken personen, zodat wij weten hoe we te werk moeten gaan. Zodat de mensen die erbij betrokken zijn, de maatregelen kunnen treffen om het ook zo te laten gebeuren. Wel moet u weten dat protocollen een ongoing proces zijn. Het schrijven van protocollen is een ongoing proces, dus wij verwachten ook steeds feedback van de gebruikers. Dat ze ons vertellen wat misschien niet goed gaat, wat aangepast moet worden. En dat doen we dan ook. Dus je gaat ook merken als je op de website kijkt dat de ene protocol versie 3.0.3 is en de andere versie 5. Dat komt omdat er nieuwe informatie binnenkomt en we moeten het aanpassen. COVID-19 is namelijk ook een nieuwe ziekte. En het is vrij jong, 6 maandjes oud. En elke dag komt er steeds meer informatie erover. Dus we moeten telkens ook door blijven kijken naar de protocollen, wat we hebben geschreven of we moeten aanpassen. Werkt het nog steeds in ons land of moeten we de zaken wijzigen? Dus dat is het punt, dat we steeds veilig moeten kunnen werken, openstellen van instanties, openstellen van winkels, bedrijven, overheidskantoren, anything, veilig en veilig kunnen openhouden. Daar gaat het om. Om de kans op besmetting van het coronavirus te verkleinen, is het raadzaam om te letten op je voeding. Eet zoveel mogelijk gezond en drink genoeg water. Dat alles zorgt voor een betere weerstand van het lichaam, waardoor het virus minder kans heeft het lichaam binnen te komen. Deze tijd
van het coronavirus, COVID-tijd, is een belangrijke tijd voor ons. Voeding speelt een ontzettend grote rol. En wat bedoel ik nou daarmee? We moeten heel goed letten op wat we eten, hoe we het eten, hoe we het bereiden, op welke manier we het tot ons nemen. Naast beweging, naast rust, naast om leren omgaan met deze stressige situatie, is voeding dus zeer belangrijk. Eigenlijk begint het met, we moeten ons lichaam als het ware verdedigen tegen schadelijke invloeden van buiten. Eigenlijk, je weet het al, als je gaat verdedigen, neem je een bepaalde houding aan. Ons lichaam wil ook een bepaalde houding aannemen en dat doen we dus met een hele goede voeding. Het betekent eigenlijk dat we ons immuunsysteem, ons verdedigingsmechanisme goed moeten boosten. En dat doen we door verschillende antioxidanten, dat zijn stoffen die in de voeding voorkomen, tot ons te nemen. En belangrijk is het dus, we weten, antioxidanten, we horen heel veel over vitamine C om ons weerstand te boosten. We horen erover, we weten het allemaal al. We weten dat we veel groenten moeten eten en veel vruchten moeten eten. Maar ik wil een stapje verder gaan. Eigenlijk gaat het erom dat je al probeert in deze periode een goede regelmaat te hebben als je eet. Er zijn veel mensen die hele lange tussenpozen hebben en wanneer ze uiteindelijk aan eten denken, gaan overeten, een beetje gierig eten. Belangrijk is het dus om die regelmaat in acht te houden. Probeer voor jezelf om de 3 uren te eten. Mensen die bijvoorbeeld te mager zijn, te slank zijn, die kunnen bij zelf proberen om frequenter te eten, vaker te eten, dus om de 2 uren te eten. Daarnaast is het erg belangrijk, hoe bereid je het eten? We zijn vaak ook gewend om veel olie bij het eten te doen en veel suikers bij het eten te doen. Zoete ketchup, zoete pindasambal, veel suiker toe te voegen aan het eten. Probeer suiker heel erg te beperken. Als het even mogelijk is, probeer het zelfs weg te laten. Wat ook belangrijk is, is dat als we ons bord opscheppen, dat zeker de helft van je bord uit groente bestaat. En ik weet dat het is best wel moeilijk. Soms is groente gewoon ontzettend duur. Maar alle soorten groenten kun je gebruiken. En het mooiste is als je dus een zak aarde haalt en zelf plant. Zelf je tomaten, zelf je gomawiri. Gomawiri zien we vaak zelfs als onkruid. Zelf je klaroen, je pompoen. Probeer zelf te planten. Dan is het ook allemaal veel goedkoper. Niet alleen voeding speelt een belangrijke rol bij het weerbaar maken tegen COVID-19, maar ook goed bewegen. Vooral bij patiënten die genezen verklaard zijn, omdat het lichaam in de besmettingsperiode veel afgebroken is in weerstand. Bastiaan de Boer weet hier alles over. Dus je kan het op verschillende manieren natuurlijk bekijken. In COVID-tijd is het zowel preventief heel erg belangrijk, maar ook curatief. Denk aan de behandeling van COVID-patiënten. Daar zien we dus zowel in de klinische setting, wanneer mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, speelt het een belangrijke rol. Als in de nabehandeling. We zien dat heel veel mensen nadat ze COVID hebben doorgemaakt, ook nog te maken krijgen met restverschijnselen. Veelal die te maken hebben met energie. Hè, dus dat ze heel snel vermoeid zijn, verzwakt zijn, spiermassa is afgenomen. Ze worden heel snel moe bij kleine inspanningen. Nou, voor dat type problemen, zeg maar die doelgroep, hè, de mensen die COVID hebben doorgemaakt en daarna virusvrij zijn verklaard, genezen zijn verklaard, zoals ze elke dag in het nieuws komt van er zijn weer zoveel mensen genezen, maar dat betekent nog niet dat ze goed zijn, dat ze fit zijn, dat ze ready zijn om aan het werk te gaan, om het wat te noemen. Dus in die 3 categorieën kan je eigenlijk beweging als een belangrijk element zien. Als we bij preventief beginnen, hè, dus voordat we überhaupt ooit van COVID gehoord hadden, was bewegen natuurlijk al belangrijk voor ieders conditie, voor ieders weerstand. Eigenlijk kan je zeggen dat in elke levensfase bewegen een heel belangrijke rol speelt. Of je nou jong bent en naar school gaat, hè, want ook je brein gaat beter functioneren als het goed doorbloed is. En bewegen helpt om die doorbloeding te stimuleren. Het zorgt ervoor dat wij motorisch ons goed ontwikkelen. Dat we steeds betere vaardigheden ontwikkelen. We kunnen bepaalde activiteiten op de dag steeds makkelijker doen als we in een goede conditie verkeren.
Het is alom bekend dat het coronavirus ernstige schade kan verrichten aan de longen. Na besmet te zijn geweest, moet men in de meeste gevallen revalideren. Fysiotherapeut Marina Berzoui begint haar werkzaamheden al op de intensive care. Ja, zoals ik eerder aangaf, ben ik dus belast met het longrevalidatiegedeelte op het Sint-Vincentius ziekenhuis. Daar ga ik specifiek bij de COVID-19 patiënten die zuurstofbehoeftig zijn en dus ondersteuning hebben bij de ademhaling. Daarbij ga ik dus specifiek voor ademhalingstraining of om ademhalingsoefeningen te geven om de longenfunctie of de ademhaling te verbeteren. Behalve dus het verbeteren van de ademhaling ben ik dus ook focus ik ook mijn therapie op het functioneren van de patiënt, op de conditie van de patiënt. Want hoe langer de patiënten liggen op de intensive care zorg, hoe groter de kans dat ze dus achteruit kunnen gaan in hun functie, of ja, in de functionaliteit van het lichaam. Een gek voorbeeld, één lichtdag op de intensive care zorg kan ervoor zorgen dat je al, volgens wetenschappelijk onderzoek hoor, kan ervoor zorgen dat je dus 3% van jouw spiermassa of spierkracht kan verliezen. Dus je kan je voorstellen, hoe langer je ligt op de intensive care zorg, hoe langer jouw revalidatietraject gaat zijn en hoe groter de kans is op complicaties. Dus mijn voornaamste doel is om de patiënten die op de intensive care zorg liggen, om ze zo snel als mogelijk te activeren en dus te ontslaan van de intensive care zorg, zodat er geen complicaties ontstaan. Mocht u als burger onregelmatigheden tegenkomen, als bijvoorbeeld tijdens de lockdown een feestje bij u in de buurt of in de winkel dat er te veel mensen in de winkel zijn, studenten die zich ophouden in de stad of voor de scholen en mensen die zich niet houden aan de maatregelen, aarzel niet, maar help de instanties door dit soort gevallen AUB te rapporteren. Doe dat gewoon door het verkort nummer en dat van het Quick Response Team 105. 105, dat is het nummer van de Quick Response Team. Paramaribo Noordoost. Het is een gezamenlijke actie geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Politie en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. En door tussenkomst van de districtscommissaris is het Quick Response Team met als telefoonnummer 105 hier gevestigd aan de Sommelsdijkstraat nummer 2. Het is een, de naam zegt het al, het is een Quick Response Team. Wat wil dat zeggen? Dat is een team dat reageert op informatie vanuit de burgerij. Informatie met betrekking tot COVID-maatregelen die afgekondigd zijn geworden door de regering. En de burgers van Suriname zijn echt nog steeds ongehoorzaam. We noemen dat burgerlijke ongehoorzaamheid. In kader daarvan heeft de regering gemeend om verdere toename van de verspreiding van dit virus tegen te gaan, de kop in te drukken. En er zijn genoeg burgers die oplettend zijn. En we moeten ze niet stigmatiseren als verklikkers. Nee, het zijn burgers die net als de regering zich verantwoordelijk voelen om COVID-19 een halt toe te roepen. Dus de mensen nemen het initiatief, bellen heel frequent hier naartoe. En het Quick Response Team dat bestaat uit een viertal mensen die rukken dan uit met een politieauto en gaan naar de plaats waar vandaan de melding komt. Het is een gezamenlijk team bestaande uit mensen vanuit de bestuurdienst die wij hebben vrijgemaakt om deel te nemen, te participeren in het team. Voor de rest zitten natuurlijk daarin de politie, de militairen, mensen van BOG en mensen van arbeid. Zoals u heeft gehoord, goed eten en goed bewegen zorgt ervoor dat uw weerstand op peil gehouden wordt. Wilt u de kans kleiner verkleinen, zorg ervoor dat u de protocollen voor uw bedrijfsbranche stipt opvolgt. Daarnaast, we kunnen het niet te veel herhalen, AUB, uw mondkap op, regelmatig uw handen wassen en zeker niet te vergeten, ook de afstand houden. Dit was het voor het COVID-19 journaal.